dat is wel mijn steun en toeverlaat op het moment, ja. Hoe belangrijk is zij voor je? Zij is de enige van de vijf die ik heb mee kunnen nemen uiteindelijk. Ik heb de vier achter moeten laten. Dus ja, zij is voor mij wel ja, mijn wereld eigenlijk. Als ik haar niet had gehad, dan... Zij weet me net op de juiste momenten altijd net even de knuffel te geven en te steunen. Als ik het even niet meer zie zitten. Dus ja, dat is wel echt het belangrijkste wat ik heb op dit moment, ja. En ik zag hem wel dure kleding op Facebook zetten. En hij had een auto gekocht. Kijk, of het waar is, weet je natuurlijk nooit. Maar laatst... 2 maanden geleden schreef hij dat hij weer aan het werk was. En ik geef het altijd gelijk door aan de deurwaarder van jongens, weet je, doe er wat mee. En dan krijg je van die kortaf antwoorden, ja, 1 keer in de zoveel tijd checken we dat. Ja, maar verantwoord dat dan naar mij, want je vraagt van mij, vraag je die 9000 euro. En voor mij is dat gewoon echt een dingetje. Ik bedoel, het is niet alleen... Het is niet alleen, kijk, ik heb een heel leuk huisje, maar ik kan bijvoorbeeld geen relatie aan. Ik kan toch moeilijk zeggen, hé, ik ben Loes. Ik kan de komende 6 jaar niet huren, dus ja, weet je, wat heb je voor toekomst met mij? En gewoon ook de oneerlijkheid. Ik heb al zoveel. Ik heb een stalkingzaak. Hij heeft mij met de dood bedreigd. Mijn ouders met de dood bedreigd. Ik sta in de rechtszaak tegen hem. Ik ben slachtoffer, officieel erkend bij het slachtofferfonds. Ik heb alles naar de deurwaarder en naar Plaveien toegestuurd. En ze zeggen gewoon, bikkelhard van, kunnen wij helemaal niks mee.